moe, sluit je een schakelaar aan. We hebben een schakelaar, een motor, een batterijhouder, twee batterijen, een striptang en een kniptang. Knip één van de elektriciteitsdraadjes doormidden. Het maakt niet uit welke. Strip nu het plastic van de elektriciteitsdraadjes. De gestripte delen moeten ongeveer 1,5 centimeter lang zijn. Zorg ervoor dat je de striptang aanpast aan de dikte van het elektriciteitsdraad. Pak een uiteinde van het doorgeknipte draad. Trek het metalen deel door het oogje van de schakelaar en draai het er stevig omheen. Sluit nu het losse stukje draad aan op dezelfde manier. In dit voorbeeld sluiten we de schakelaar aan op een motortje. Er is een andere video waarin wordt uitgelegd hoe je dit doet. Als laatste doe je de batterijen in de batterijhouder. En dat is het. Nu ben je klaar om de schakelaar te gebruiken voor al je uitvindingen.